like me. Wil je weten wat het is om echt gebraders te zijn, meneer? Hoe dikker is dan water of wijn? Uit hetzelfde hout gesneden, maar verschillend gebleken en toch hetzelfde zijn. Van heden tot aan heden zijn we bradders voor het leven. Van tijd tot tijd zoals het zwaar, maar bradders blijven bradders, voor elkaar staan we klaar. Irritaties lopen op die we vergeten. Want echte bradders blijven bradders voor het leven. Hai, Paya. Den boy die zie je. Het leek wel een varkensstal. Als ze denken dat ik ga schoonmaken, dan hebben ze het glad mis. Mama doet het wel, wel, mama doet niks. Kom eens aan, ja. Is toch niet te geloven, man. Hé, hey, Virgil, waar zit je? Je zou me toch helpen met economie? Echt, geloof me, die moeder van je. Ik hou van mijn tante, maar ze lijkt wel dement. Hé, hey, Virgil, hebben jullie geen cola? Sherida, met wie praat je? Tante, wat doet u hier? Meisje, zoek me niet met ruzie. Het gaat voor je komen. Ik zit hier dement te wezen. Sorry, tante. Ik bedoel het niet zo. Maar dement, dat is gewoon slang. Het is het tegenovergestelde van... Wat? Je komt hier binnenlopen, no? Om te klagen bij die neven van je over een vreselijke moeder. Maar wanneer ik jullie nodig heb, dan zijn jullie nergens. Maar het is niet erg. God is groot. Tante, wat is er met u? U bent al wekenlang broeia. Zelf oom Steef is bang voor u. Die is altijd bang. Maar je hebt gelijk. Ik ben mezelf niet. Ah, dat behandelen we zojuist op school. Meervoudig persoonlijkheidssyndroom, wie bent u nu? Ja, grootje nou goed. Help me met die boodschappen, kom ja. Kom. Tante, wat is dit? Een zwangerschapstest, voor mij zeker. Geef dat ding hier. Trouwens, hoe weet jij zo precies dat het een zwangerschapstest is? Hm? Tante, Johnny is leuk, maar ik weet heus wel wat ik waard ben. Denk je nou echt dat ik met de eerste de beste tata met mijn billen bloot ga? Als je met je billen bloot gaat, is er nog niks aan de hand, meisje. Die andere kant is gevaarlijker. En Johnny, trouwens, je was toch met Kevin? Ach, lang niet meer. Dat is al wekenlang uit. Luister, die test is niet voor jou, hoor. Hoezo? Voor wie is die dan? Het is voor iemand die je heel goed kent. Het is voor mij. Voor u? Hoezo? Moet ik je dat uitleggen? Tante. Mooie grap is dat. U bent toch veel te oud? Sorry, tante. Je hebt gelijk. Kijk, met dit design krijgen we gewoon een hele nieuwe sfeer. Dus je wil het hele plafond zo laten schilderen? Mattie van me doet het voor een zacht prijsje. Wie is hij? Leonardo da Vinci? Hey, Peter Appel. Maar dat is cool. Maar als jij het doet, kost het niks. Als je vakwerk wil, dan moet je vakman nemen, ja? Je wilt toch het beste voor soundcheck? Tuurlijk, daarom heb ik jou toch in dienst. Wat mij betreft mag je het hele plafond schilderen. Dus ik kan die boy bellen? Tuurlijk, ik betaal alleen de verf. En die doe ik voor die boy dan? Hang je designtje, Ferdy. Word. Je kunt meer zekerheid hebben, toch? En beloof me dat je mond houdt. Ook tegen Steef. Is goed, tante. Geeft u die test maar aan mij. Dan ga ik het voor u bewaren in mijn kamer. Dan ga ik naar huis. Ik ga een beetje liggen. Voel me weer niet goed, weet je. Tante, u bent niet te oud. Echt niet. Kom hier. Dank je wel, mijn goedo. Ja. Luister, je komt niet te laat thuis. U bent niet te oud voor een kind, maar wel om te wonen, man. Hé, hey, Jackie, zo. Ik moet gaan. Zeg maar geen hallo meer. Hallo, Ferdy. Hallo, Sherida. Dag, Ferdy. Dag, Sherida. Hallo.
Weet je het zeker? Het staat er toch op? Zwangerschapstest. Ja, maar Suriname is net in Nederland. Nou en? In Suriname maken ze toch ook kinderen? Ja, maar waarom doet ze het niet daar dan? Laat nou liggen. Waarom? Vingerafdrukken, jongen. Ik doe normaal, jongen. Dit is jouw schuld. Mijn schuld? Je hebt te veel wisselende contacten. Sherida ziet dat en Sherida denkt dat hij cool is. En wat gebeurt er voordat je het weet? Bam, had ik van Beri. Luister, jij behandelt die sma als een kleuter. Vind het gek dat ze elke dag wil buiten spelen? Als die Kevin in mijn handen krijgt, jongen. Oh. Kevin, die boy toch John? Ja, John. Maar als ik klaar ben met die kill, zou je willen dat die Kevin heette. Niemand komt op mijn familie. Niemand. Nee, ook niet aan de mijne. Migudoo. Mikado. Ik heb nog niet gekookt. Ah, bij de jongens geweest. Je zal ze ooit moeten loslaten. Het eten is straks klaar, ja? Nou, maak je nou maar niet druk. We halen gewoon pizza. Bij de Chinees. We zetten films en pornoblaadjes voor als het niet lukt, snap je? Dan waarom gaan we vandaag niet? Ja, vandaag zijn we hier. Man, we zijn altijd hier. Kunnen jullie mij misschien even helpen? Waarmee? Met deze grote dozen misschien. Oké. Okay. Ze moeten in het magazijn. Zit erin? Luiers. Spurtel zo oud dan? Is voor baby's. En ik zet ze even hier neer. Waar dat nou voor Virgil? Virgil zit ook wel eens wat bij mij neer, hoor. Zeg, Angela. Jij houdt van Virgil. Jullie zijn toch verliefd, hè? Wat? Hij vraagt of jullie verliefd zijn. Ja, heel erg. Dat weet hij toch? Wat zei ze? Heel erg, dat weet je toch? Maar Angela, zou jij, als jij Virgil nou niet had, hè, naar een spermabank toe gaan? Wat zegt hij? Hij vraagt of je zonder Virgil naar de bank zou gaan. Ik doe bijna alles zonder Virgil. Dat is wel zo makkelijk. Wat zei ze? Ze doet het zonder Virgil. Wat? Nou, geen wonder dat die gozer met ons mee wil naar de bank. Ik kan er niet van slapen, jongen. Als jij nou beter had opgelet, was deze kan niet aan de hand. Luister, het is hier geen crash, oké? Ik kan niet overal opletten. En jij werkt hier toch ook? Waarom heb jij er niets gemerkt? Wat moest ik zien dan? Wat er vlak onder je neus gebeurt. Dat je arme nichtje wordt misbruikt door een of andere vage keel. Hoe denk je dat Ma dit zou vinden, hè? Sherida is onze verantwoordelijkheid. Ja, onze verantwoordelijkheid. Daar hoor jij ook bij. Wat is er mis met Sherida? Hey, praat niet over mijn familie, ja? Ja, praat niet over zijn nichtje, ja. Jij ook niet. Zeg. Hey. Ik gebruik het magazijn even goed. Je weet toch dat je alles van mij mag gebruiken? Ja, het lijkt me handiger als jullie even meelopen naar de auto. Ja, maar jij... Nee, kom niet mee. Hey, what's up? Yo, what's up? Oh, dus jullie komen hier zomaar binnen. Huh? Alsof er niks aan de hand is. So you the man, you the daddy, huh? Yo, rustig, rustig. Dit soort dingen moet je zakelijk aanpakken. So you the man, you the daddy, huh? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Vader worden is een grote verantwoordelijkheid, jochie. Hey, no spang, man. We hebben safe sex, je sabi toch? John, hou je man! Safe sex? Hey, pissebed. We zijn zuinig op ons nichtje. Ze is net in Nederland. En voor jou is het safest om helemaal geen seks met haar te hebben, oké? Okay? Inderdaad, anders krijgt dat kind een gehandicapte papa. Welk kind? Waar hebben jullie het over? Sherida, wat beter dat je stout bent geweest. Het is geen Sinterklaas, Bud. Hey, hoe weet je dat je zwanger bent? Echt niet. We hebben die test gevonden. Ja, hij ligt boven. Luister, die test is niet van mij. Hij is ook niet van mij en hij is ook niet van Ferdy. De enige test die ik doe is een DNA-test. Om te bewijzen dat the kid is not my son. Hihi. Ik heb beloofd het niet te zeggen. Oh, dus je weet van wie die test is? Ik zeg het niet. Zo mag ik het graag zien. Een vrouw die de wind eronder heeft. Hallo jongens. Ik heb de inkopen. En ik moet een grote boodschap. Zo, dus jij bent Kevin. Hey, ik breng de rest van de spullen naar boven. Mama, laat mij die boodschap voor je naar boven brengen. Die trap en zo, weet je. Laat maar. Hé, hey, mama. Virgil, wat is er? Nou, wel schuif. Ja. Nice one, Ferdy. Wat? Die test ligt nog boven, Shibber. Als mama niet ziet. Ja, maar wat ik niet snap. Als die test niet van Sherida is, hoe komt die dan boven bij ons in de koelkast?
Virgil, schat. Ik zet deze even boven neer, want het magazijn is vol. Ik ga Sherida de mars verder breken. Angela, ik verzoek je, zeg niets tegen Virgil. Nee, natuurlijk niet. Waar mag ik niks over zeggen? Over die fysieke toestand van mijn man. Is er iets mis met u? Meisje, wie had dat kunnen denken? Op mijn leeftijd. En ik weet niet hoe Steve gaat reageren. Ik bedoel, hij vindt het al erg als ik een griepje heb. Maar ja, God is groot hoor. Als ik iets voor u kan doen, dan moet u het gewoon zeggen. Ik weet dat ik dat niet zo heel vaak zeg, maar situaties als deze brengen mensen dichter bij elkaar. Jij bent zo slecht nog niet, weet je. Onder die grote mond van je. Dat harde uiterlijk, die irritante maniertjes, die Nederlandse... Ja, oké. Ik begrijp het. Bedankt. Nee, jij bedankt, guru. Je bent er niet zo dichtbij, weet je. Echt als familie. Hai, Baya. Hai, Mikael. Virgil! Wat doe je hier? Je laat me schrikken, man. Ja, ik wil even kijken of alles goed was hierboven. Het gaat goed hier. Moet jij niet werken? Ja, zo. Ik wil alleen even met Angela praten. Marta! Ben je klaar hier? Kom, gaan we een bakje doen. Aboem, is goed. Het lukt toch niet vandaag. Wat lukt toch niet vandaag? Niks. Niks. Hey Angela. Hey Virgil. Wat is er? Nou, ik dacht... alles goed? Je mag me feliciteren. Die reclamecampagne komt precies op het juiste moment. Goed, hè? Ik vind het zo goed om jouw mama zo close te zien, hè? Jezus, Virgil. Ik wil best met je meegaan in je emotie, maar je hoeft niet meteen zo plakkerig te doen. Hoe was het? Druk. Maar wel gezellig, toch? Ja, we hebben wel gelachen. Ja. Willem, die dacht dat hij een Meijer had gewonnen, maar die had al die emmertjes had hij weggekrast. Dus zegt Bart dat hij zegt, als je nou die... Willem had toch pas een kind? Willem? Oh, dat weet ik niet, dat hou ik niet bij. Trouwens, volgende week draai ik avonddienst. Willem was toch al ouder? En dan toch nog een kind. Hé, misschien is het voor ons ook nog niet te laat. Zeg het mij een lol, zeg. We hebben twee volwassen zoons waar jij alles voor doet behalve hun kont afveten. Chantouche zit in Amerika. Sherry daar begint aardig te wennen. Hebben we eindelijk tijd voor elkaar. Dat wil jij toch ook? Ja, natuurlijk. En zijn wij niet een beetje te oud voor nog zo'n handenbindertje? Jij ja, hebt gelijk. Hey. Geluk. Angela is zwanger. Mijn kleine broertje met zijn kleine slangetje heeft grote gevolgen. Hoe is je? Ik zit nergens mee hoor. Volgens mij ben jij jaloers. Maar weet je zeker dat het kind van jou is? Donnie van Goder, oké. Okay. Nou, omdat ik jullie nooit iets zie doen. Ik wil weten hoe dit kind tot stand is gekomen, meneer. Nou, ik wil u wel het een en ander uitleggen. Straks zie je over 9 maanden gewoon een of andere wit monster. Angela's baby. Gebeurt? Ferdy. Ik ga echt niet minder van jou omdat er een baby in huis komt. Als je verhuisd bent, mag je altijd langskomen. Om op te passen. Verhuisd? Ja, dit huis is te klein voor 4 mensen, man. Ik zou maar op huisjacht gaan als ik jou was. Hier is de krant. Van de dakloze kraan, zie je al staan op die hoek. Ik kijk met dat mes, man. Ze zijn binnen. Binnen in je huis, binnen in je buik, binnen. We zijn binnen. We zijn naar die spermabank geweest, Virgil. Het was dope. Off the chain, we gaan mad dough maken. Krijgen jullie voor betaald? Ja, natuurlijk, maar dat is het mooie ervan. Hebben we eindelijk geld, zul jij ook niet meer. Hé, maar ik zou toch meegaan? Zo. Denk je dat iedereen kan storten? Je moet wel kwaliteit hebben, jongens. Ja, dat heb ik.
Kijk maar naar Angela en wat ze bij zich heeft. Alles geregeld. Straks heb ik misschien wel 50 kids. En hoe ga je dat combineren met je muziek, Marco Blaxato? Is juist goed voor mijn image. Ferdy en his babies. Babies. Weet het over baby's? Nou, ma. Mama, laat Ferdy. Je weet toch hoe hij is? Tante, luister niet naar Ferdy, hoor. Ferdy doet gewoon hinderlijk. Weet je, ik word moe van jullie. Ik ga naar boven die dingen afmaken van gisteren. En ik ga een beetje liggen. Stoor me niet. Want dan ga ik boos worden. Moeder, can live with him, can shoot him. Hey, maar hoe ga jij doen met Angela? Want die wordt erger. Een beetje respect als je over mijn vrouw praat, ja? Je vrouw? Een vriendin. Je vergissing. Mijn schatje! Angela! Ben je gaan shoppen? Maar één heb je genoeg hoor, die dingen zijn sterk. Wat maakt jou dat nou uit? Ik ben gewoon op alles voorbereid. Hé, waar ga je naartoe? Wat denk je? Naar boven? Nee, dat kan niet! En waarom niet? Tante ligt boven, ze ligt te rusten. Voor mij zal ze geen last hebben. Ik hoop dat baan er een paar klappen meer. Wat? Nee, dat is niet goed voor haar in de toestand. Hé, waar hebben jullie het over? U bent helemaal niet ziek. U bent zwanger. Ik ben niet zwanger. En ik zou opgelucht moeten zijn, hè? Voor mij geen baby's meer. U heeft toch twee mooie kinderen? Twee. En Ferdy? Ach, misschien krijgen we gauw een kleinkind. Dat zal nog wel even duren. Ga naar Steve. Hij wacht op me in het café. Heeft u hem verteld van die test? Luister hier, meisje. Mannen moet je alleen de informatie geven die ze nodig hebben. Meer kunnen ze niet aan. Alleen aan jullie zelf. Het is voor haar ook moeilijk. Denken jullie nou echt dat ze zit te springen van geluk? Hoezo niet? Nou ja, op haar leeftijd. Ik dacht dat ik breed was. Angela is nog geen 30 hoor. Angela? Wat heeft zij ermee te maken? Hallo, Angela heeft er een kleintje in haar oventje zitten. Ja. Wat? Maar sorry, we hadden er nog tegenhouden. Heeft ze je gestoord? Angela heeft me verrast. Ik ga hier naast met Steve. Koffie drinken. Gaan jullie mee? Vraag aan Angela of ze opkomt straks. Angela? Hey, schatje. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Heb je nog met mama gesproken? Ja, ze valt best mee. Hi. Virgil, hoe denk je eigenlijk over kinderen? Oh, goed. Ik ben dol op kinderen. Ik ben zelf ook kind geweest, dus ik weet waar ik het over heb. Dus jij wil wel kinderen? Later? Later? Ik zou nu ook wel een kind willen. Oh, wat romantisch. Maar we moesten eerst maar eens gaan samenwonen. En hoe moet dat dan met Ferdy? Die verbeet hem of zoiets. Hij moet wel verhuizen, dat heb ik hem gezegd. Mama vroeg of we nog wat kwamen drinken in het café. Oké. Okay. Ja? Is Ferdy daar ook? Tuurlijk. Kan je meteen nog een keer tegen me zeggen? Oké, dan. Hey, ga maar alvast, ik kom zo. Okay. Ja? Ik moet nog even wat dingetjes doen. Yes! Nooit doen! Hey! Rockefeller. Ik word rijk van die bank. Ik ga twee keer per dag. Ja. Nou, dit begrijp ik niet. Hoe kan je rijk worden door twee keer per dag naar een bank te gaan? Lieverd, het is geen gewone bank. Steve, laat nou maar. Ma wil dit soort dingen niet weten.
Hé, luister, ik wil weten waar mijn kinderen mee bezig zijn. Tante, geloof me, u wilt echt niet weten waar ze mee bezig zijn. Nee, die gaat naar de spermabank. Ja, we gaan naar de spermabank. Hé? Oh, met smerigheid, hoor. Die is helemaal niet smerig. Dat is heel zinvol voor mensen die omhoog zitten. En daarom gaat Ferdi ook. Toch, Ferdi? Ferdinand. Dus je gaat me zeggen dat mijn kind in een kamertje met zijn tolly gaat staan spelen? Steve, zeg er wat van. Ik vind het knap. Persoonlijk presteer ik niet zo goed onder druk, maar als ik jonger was geweest, dan had ik het zeker geprobeerd. Alsjeblieft, alsjeblieft. Mensen, alsjeblieft. Zo. Virgil, wat doe je? Ja, even jullie aandacht. Kom. Angela en ik zijn zwanger. Virgil Walter, die houdt. Ik ben helemaal niet zwanger. Niet? Nee. Maar van wie is die test dan? Nou, die test is van mij. Ma! Hoe dan? Luister, jij gaat naar een spermabank. Jij denkt dat je zwanger bent. Maar jullie weten geen van beiden van de bloemetjes en de bijtjes. Jij zwanger? Zijn we zwanger? Nee, wees maar niet bang. Ik ben niet bang. Samen kunnen we toch alles aan. Hadden we bijna nog in het Book of Records gestaan. Oudste echtpaar alsnog in verwachting. Echt niet? Nee. Wat doe je? Wat? Ik dacht echt dat je zwanger was. Ik was zo blij. Blij? Ja, nou ben ik teleurgesteld. Nu wel, schatje. Maar er is altijd nog later. Anyway, ik ben blij dat ik niet meer hoef te verhuizen. Er is genoeg werk hier, zonder die spermabank. Zo, vroege vogel. Wat zie je eruit geslapen uit? Ja, ik heb het gisteravond niet zo laat gemaakt, weet je. 2 checkjes vocht om. En je weet hoe ik ben, hè? Huh? I'm a one-woman man. Ik wil gewoon tegen een vrouw zeggen, it's all for you. Weet je, ik wil gewoon mijn eigen empress. Yeah, yeah. Remembering days gone by. Hard time flies. My love for my hip-hop surely never dies. Ever since then, I've been rockin', rollin', walking various numerous stages, spending my time, been holding, unfolding, talent and skills. Hit it with it, ain't no stopping me. No, I'm just beginning, winning, collecting in it, spinning on my pad. I'm traveling, no babbling, straight talk with meaning. Lady Royale, blowing up spots, leaving you fiending. Uh-huh. It's my turn. It's my turn. I'm gonna show the world with gratitude. And it's all for you. Yeah. It's all for you, and it's all for you. It's all for you. I'm gonna show the world with gratitude. Yeah. And it's all for you. So I am a mother to a child, no longer running wild. Her number one priority, responsibility, to provide, fulfill the needs of my baby. For the meaning of life to me, you have been given to provide for better life for you. I've been driven, even when I'm stage hopping, show stopping.